Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe gaat het met het boekhuis? Heel erg goed. Ja. Bovengemiddeld. Hugo Borst heeft 2 maanden geleden, geloof ik, ongeveer de aftrap gedaan. Ja, 10 maart. Ja. Dat is inderdaad alweer bijna 2 maanden geleden. Ja. Dat was op zich al een leuke happening. Ja. Je werd mee naar buiten gesleurd om samen het doek van de naam te halen. Ja. En hij heeft beloofd dat hij klant zou worden. Heeft hij zich aan zijn belofte gehouden? Is hij nog eens, nee, nog niet. Kijk. Nog niet. Maar ik denk dat hij het veel te druk heeft. Zie je dat? Maar het was wel echt heel erg leuk. Maar het was helemaal niet de bedoeling dat hij mij een veer in de reet ging steken. Het was de bedoeling dat hij iets over het belang van boekhandel zou gaan vertellen. Ja. Dus ik was heel erg verrast. Ja. Ja, maar wel hartstikke leuk natuurlijk. Had je kunnen rekenen natuurlijk bij meneer Borst? Nee? Nee. Echt totaal niet verwacht. Nee, maar dat had je dus op kunnen rekenen. Want hij doet altijd die dingen die je totaal niet verwacht. Dus ja, dat was niet de verrassing. Nee. Je hebt toen de tijd gezegd van ik ga meer zijn als alleen maar een boekenhuis. Ik ga ook dingen organiseren en via internet en dat en dat, zus en zo. En een van de dingen die je nu gaat organiseren komt aanstaande woensdag voor de kinderen. Ja. Vertel. Er komt een meneer die moestuinboeken heeft geschreven. Die komt vertellen hoe het zaaien moet, verspenen en verpotten. En dat is een speciaal workshop voor kinderen. Want ik had gehoord namelijk dat die tuintjes van Albert Heijn... Oh, dat is sluikreclame. Ja, die grote tuintjes. Dat het heel vaak niet lukte met het zaaien. En toen dacht ik van nou, lukt het niet met je moestuintje, kom dan bij het Schiedams Boekhuis een workshop volgen. Dus jij hebt als een waanzinnige boodschapper gegaan bij die grote kruidenier en je hebt nu overal moestuintjes staan? Ja, nog ingepakt en al, dat wel, want dan kunnen zij er leuk mee aan de slag. Ja. Is dat gratis? Moeten mensen betalen? Moeten ze zich opgeven? Kunnen ze zomaar binnenvallen? Ja, nee, aanmelding is verplicht. En het is kunnen minimaal 10, maximaal 15 kinderen. Dus niet zo heel veel. Het kost €2,50. Ja. En dan ga jij ze uitleggen hoe ze het moeten doen met een moestuintje? Nou, die meneer die, meneer die moestuinboeken heeft geschreven. Ja. En ook vaker voor kinderen heeft gesproken. En jij weet ook wie die meneer is? Die heet Bram Woldhoorn. Ja. En hij heeft Mijn Moestuin geschreven. Dat is echt een boekje, ook voor kinderen. Okay. Of eigenlijk een flink boek. Die heb ik ook in de winkel nu. Hoewel die eigenlijk nieuw niet meer te krijgen was, heb ik nog een partij op de kop kunnen tikken. En hij heeft het handboek Moestuin heeft hij onlangs uitgebracht. Mm-hmm. En dat is voor volwassenen. Dus ook een compleet handboek. Je kan met meneer Bram kan je meegroeien in je moestuin eigenlijk. Van inderdaad. Klein naar groot. Ja. Leuk. Ja. En je hebt nog andere dingen die je binnenkort bezig bent te organiseren? Jazeker. 29 mei is er een workshop tekenen voor volwassenen. Oké. Okay. Het kleuren is heel erg in op dit moment. En het is ook heel erg kalmerend. En er komt een kunstdocent vertellen hoe je het beste kleuren kunt gebruiken. Oké. Okay. Dus dat is 29 mei. Ik heb nog wat potjes op het vuur staan met een lezing over Shakespeare. 8 oktober, zet het alvast in je agenda, komt Jan-Paul Schutte. Dat is een kinderboekenschrijver. Die heeft een fantastisch boek over evolutie geschreven voor kinderen. Maar ook een voorleesboek voor opa's en oma's. En het thema van de kinderboekenweek is opa's en oma's. Dus daar gaan we ook allemaal hele leuke dingen doen. Heerlijk. Ja. En het is bijna moederdag. Ja. Kunnen we nog even gauw iets leuks voor moederdag scoren bij je? Ja, ik heb een tafeltje met speciaal boeken voor een speciaal moedertafeltje. Ja. Leuk. Je hebt een webwinkel. Ja, klopt. Dat is makkelijk, hoef je er niet in te staan. Nee, dat klopt. Ja. Maar ik blijf wel gewoon in de winkel, in de fysieke winkel staan. Nee, maar dat is inderdaad echt super, want nu kunnen mensen ook via internet boeken bestellen. En ze kunnen dan kiezen of ze het thuis bezorgd willen hebben of willen afhalen in de winkel. En dan kom jij het brengen. En dan... Nee. Nee, jammer nou. Als het nodig is wel. Oké, kijk. Nee, maar dat is allemaal via een bedrijf geregeld. En het is gewoon heel fijn omdat het is een extra verkoopkanaal. Ja. Dus. En ik heb nog een leuk nieuwtje, want Natanja Rorijen van Dubbelklik, die heeft hele leuke boekenleggers gemaakt. Welke camera mag ik hem laten zien? Hou ze maar even over in. Oké. Ja, boekhandel. En de andere kant staat, hier ben ik gebleven. Oh. Dus daar ben ik ook heel blij mee. Ja. Maar zo'n webwinkel, dat lijkt me best nog een hoop werk om dat bij te houden. Want elke nieuwe titel die er komt, moet je gelijk weer...
Nee, dat gaat allemaal via een bedrijf die een database heeft. Het Centraal Boekhuis heet dat bedrijf. En dat is een soort distributiecentrum. En die hebben een complete database. En die kan je gewoon huren, leasen. Dus hoef je... Nee, want het, maar, er zijn meer dan 80.000 boeken. Ja, daarom. Dat leek me al echt een hele klus. Ja. Maar dan bestellen ze dus eigenlijk bij het Schiedams, of niet bij het Schiedams Boekhuis, maar bij het Centraal Boekhuis? Of? Wel bij het Schiedams Boekhuis, maar het wordt door het Centraal Boekhuis inderdaad geregeld. Oh, okay. Ja, maar dat is bij elke webwinkel van boeken. Oh, dus als ik bij bol.com bestel, dan bestel ik helemaal niet bij bol.com. Nee, maar eigenlijk, klopt. Nee, dat is een kantoor waar wat mensen achter computers zitten. Ik vind die dikke altijd zo gezellig. Ja. Ik koop er gelijk niet meer. Dat is helemaal niet. Ja, ja. Nee, maar dat was jij al van plan, hè? Dat heb je in het begin al gezegd. Ik ga niet alleen maar fysiek boeken, ik wil het ook online doen. De mensen moeten bij mij in de winkel online kunnen gaan kijken. Dat is ook gerealiseerd, die mogelijkheid? Nou, het scherm voor de klant moet nog komen in de winkel. Maar dat is inderdaad wel de bedoeling. Ja, dat is de volgende stap. Ja. Tegenwoordig, als je langsloopt, heb je heel veel kranten buiten staan in ieder geval. Ja. Alle talen, geloof ik, zowat. Ja, zo'n beetje wel. Ja. In ieder geval alle belangrijke talen. Ja, en dat trekt ook de mensen, ja? Ja, het is heel erg leuk. Toeristen komen dan sneller naar binnen. Mm-hmm. En die zijn er. Ja. En, maar ook mensen die, bijvoorbeeld Turkse mensen, die komen ook een krantje bij mij halen inmiddels. Ja. Merk jij nou echt, want dat is wat jij wilde worden, hè? Een ontmoetingsplaats voor mensen. Ja. Dat je echt een beetje een trefpunt bent van mensen die gezellig langskomen en even een beetje babbelen. Ja, dat is heel flink op gang aan het komen. Dat is heel erg leuk. En vooral op zaterdag, dan komt er iemand binnen en dan komt er nog iemand binnen en die kennen elkaar dan en die raken dan in gesprek. En we hebben een beetje koffiehoekje gemaakt. Ja, koffie, thee, water. Ja. Mooi. En een hele grote leestafel staat er al. Ja, dus ik kan gewoon daar binnenkomen en de krant van vandaag lezen. En dan zeg ik, nou Annette, fijne dag verder. Dat tot mag. Morgen. Dan is de nieuwe krant, hè? Ja. Ja. Maar daar verdien je toch niks aan? Nee, maar het draagt wel bij aan de gezelligheid van een winkel. Dus ik vind dat gewoon heel erg zelf ook heel erg leuk. Ja. En het is misschien niet op de korte termijn rendabel, maar op de lange termijn geloof ik dus dat het wel zo is. Ja. Het is wel zo dat een winkel waar je mensen ziet, ook dat eerder uitnodigt om naar binnen te gaan als een winkel die leeg is. Ja, dat zijn allemaal dingen die ik in het achterhoofd heb. En waar het gezellig is, dan voel je de sfeer als je binnenkomt al van, oh, hier ben ik welkom, hier is het gezellig. Sfeer. Ja, gewoon een beetje de huiskamer van de Hoogstraat. Ja. Mooi. Heb je nog dingen die je ons mee wil geven, behalve dat we allemaal een keer bij je moeten komen kijken om te kijken of je lekkere koffie hebt? Ik heb zo'n beetje alles wel gezegd eigenlijk. Ja. We houden je in de gaten en als je leuke dingen organiseert, dan moet je gewoon hier aan tafel komen. Ja, dat is goed. Graag. Heel veel succes en bedankt. Dankjewel. En woensdag 11 mei, 's middags in het Schiedamse Boekhuis in de Hoogstraat. Voor de kinderen, kweek je eigen moestuintje. En je wordt begeleid en je krijgt tips van, en dan moet ik even zoeken, want ik ben zijn naam alweer kwijt, Bram Woldhoorn.